Ja, dames en heren, wij staan momenteel, zijn we aanwezig. Voor de deur staan we natuurlijk van Emiel Ratelband. Die kennen u wel natuurlijk, hè, van Tjaka. Dus het leek mij aardig om ook hier eens aan te bellen om eens te vragen of hij mij een cursus kan geven in Tjaka. In Tjaka. Ik druk maar ergens op. Druk ze allemaal, maar ik heb geen idee waar ik op moet drukken. Zijn u? Het Ratelband. Ja, u spreekt met Wijdbeens. Wij zijn hier even voor Wijdbeens Report. Is meneer Ratelband thuis? Ja, ik maak even het hek open. Ja. Momentje. Komt hij mij ophalen? Ja, hij komt u ophalen. Ah, fijn. Nee. Ik ook, kom zelf ophalen. Komt zelf. Dank u. Dank u. Dat is de vrouw zeker. Even wachten tot dit. Verwacht je ook niet natuurlijk, hè? Oké. Meneer Ratelband? Meneer Ratelband? Meneer... Goedemiddag! Ach, goedemiddag! Goedemiddag! Goedemiddag, Wijdbeens Report. Ik ben Jan Wijdbeens. U bent meneer Ratelband? Ja, u had geen afspraak. Nee, daarom ik denk ik bel eens naar een stukje fietsen en ik kom u in één keer tegen. Nou, zo toevallig. Maar waarschijnlijk omdat u hier woont natuurlijk ook. Ja. Daar komt het door. Ik kwam wat kan ik voor u doen? Nou, ik zeg net tegen de mensen thuis. Ik zeg, ik ga eens even kijken of ik hier een cursus tjaka ga krijgen. Een tjaka? Yeah! Een cursus tjaka! Een cursus tjaka. Dat kan. Die kan. Dat kan. Nou, graag. Nou, komt u maar dan. Graag. Kom, we gaan te fiets. Kom, ook er samen op. Kom lekker naast me zitten. Dat geeft al een gevoel van... Kijk, je man dat die straalt in, maar ik straal een beetje uit. U straalt inderdaad wel een beetje uit. Oké, okay, zo. Zo, lekker zitten. Gaat het goed zo? Hoe lang is het geleden dat u gefietst heeft? Nou, niet zo lang. Niet zo lang? Nee, eigenlijk. Nou, trappen dan maar. Ja, ik trap. Zo, kom maar. Ja, ik trap. Oh, u stuurt. Oh, richting. Hij gaat heel lekker. Gaat heel lekker, hè? Dit is onderdeel van de cursus ook al. Onderdeel van de cursus. Ah, ja. Van de tjaka-cursus. Oh, van de tjaka-cursus, ja. Oké. Zo, meneer Wijdbeens. Nou, dat was al een hele onderneming natuurlijk. Dat heeft toch wel een gevoel van tjaka, of niet? Eens kijken, hoor. Hè? Jazeker. Zo. Iets parkeren. Kom, zal ik u even voorgaan? Ja, gaaf, want u weet de weg waarschijnlijk, hè? Kantoor. Ah, ja. Kantoor. Hé. Ik ga u even voor, ja, meneer Wijdbeens. Ja, graag. Ach. Nou, het is al wat dat ik hier binnenkom, hè? Dat kloot zakt een beetje in mijn schoenen natuurlijk. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is toch dat u... Yeah! Tjaka krijgt! Wat doet u nu? Meneer Wijdbeens. Nou, dit behoort bij de cursus. Echt waar? Dit hoort bij het tjaka gevoel. Oh. Nou, het staat nog helemaal uit van wat onverwachts natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar... Tjaka! Ja, en straks, nadat u in de therapie geweest bent, dan zegt u... Yeah! Tjaka! Dan ziet u het ook helemaal tjaka achterin. Ja, natuurlijk, het is... Even wennen. Je moet je overgeven daaraan natuurlijk. Je moet je eraan overgeven, ja. Precies waar je bent. Overgeven. Doe maar rustig aan. Goed, ik denk... U komt ook onverwacht, ik ben ook niet voorbereid. Nee, ik ook niet natuurlijk. Waar wilt u zitten? Waar het mag, het maakt mij niet uit. Gaat u nou eens daar eens even rustig zitten. Zijn u niet, hè? In die rode stoel, daar komt u goed uit. Ja. Oké. Okay. Dan zal ik u eerst eens even uitleggen, meneer Wijdbeens, hoe het eigenlijk werkt. Ja, gaaf, want ik begrijp niet... Want u wil maar één ding, en dat is dat u zich werkelijk goed voelt. Ja. Dat u dat gevoel heeft van... Tjaka! Wat ik wil, dat kan ik! Want daar gaat het uiteindelijk om in het leven. Natuurlijk. Het gaat niet altijd om alleen maar te denken, maar het gaat voornamelijk om één ding, en dat is om te... doen! Ja, zeker... Juist! Zeker weten. Zo is het toch? Want als ik aan u ga vragen straks... Wilt u met uw blote voeten hier inspringen? Dan zegt u nu, nee. Nou, lekker. Maar met een half uur zegt u, ja, tjaka! Dat is helemaal niet in orde. Misschien is het beter als ik een andere keer terugkom. Is dat niet beter voor u ook? Waarvoor bent u hier gekomen? Nou, het ging mij dus in eerste instantie, maar als u zegt, ik heb liever een andere dag, vind ik het ook goed. Ik ga net zo liever weg. Dat, het gaat een beetje om het tjaka-gevoel, wat u het tjaka. Gewoon u dat krijgt je... het tjaka gevoel. Ja, maar gewoon, u zegt even tjaka. Even tjaka? Even gewoon, even. Yeah, tjaka! Ja. Gewoon, ja! Tjaka! Al die dingen die u mee gaat maken. Al die dingen die u mee gaat maken. Ja. U heeft gedacht, datgene wat die man heeft,
Die energie, die power, ja. De chakra, datgene wat die man heeft, dat wil ik ook hebben. Ik wil over vuur lopen, ik wil met slangen spelen, ik wil spinnen over mijn lijf laten lopen, ik wil in het gras springen, ik wil honden kunnen kussen, ik wil alles erheen laten doen wat anderen ze niet kunnen. Want dat geeft het gevoel van, ja! Yeah! Is die gek of is die niet gek? Oh, graag. Het maakt het een stuk makkelijker, want je krijgt er wel benauwd van natuurlijk, hè? Dat het allemaal dat nog is in het chakra-leven. Ja, dat het allemaal nog in de verf zit hier. Zo'n wonder. Zo, komt u maar, meneer Wijbeens. Ja, fijn. Hè, frisse lucht, dat is in ieder geval een... Dat is echt een chakra-gevoel, hè? Zeker, nou, zeker een chakra-gevoel. Zo. Nou, laten we eens, gaan we eens kijken in de praktijk... of het nou werkelijk allemaal zo makkelijk is... als dat het allemaal lijkt. Ja. Zo. Daar ben ik natuurlijk vreselijk benieuwd naar, want het gaat om het, resultaat. Om het resultaat. Ja, ik zit helemaal chakra. Chakra. Oh, helemaal dat chakra. Chakra. Is niet goed, hoor. En dan gaan we eens kijken wat voor invloed dat heeft op die honden. Zij hebben uw honden hier. Ah, dat zijn de honden hier. Chakra. Juist. Chakra. U voelt zich al chakra. Ja, ik pomp mezelf op. Kom eens al. Chakra. Oh, ja. Oh. Kijk eens even aan. Ach, die zijn zeker leuk, hè? Ja. Een broer en een zuster. Echt maar, is het even meneer en mevrouw. Oh. U zult straks zien dat als u chakra roept, verdwijnen zij daar in dat hoek. Echt waar? Want u bent sterker en krachtiger als dat zij zijn. Chakra. Chakra. Wat zullen we doen? Nou, wat denk ik? Wat denk u, chakra? Jakka! 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 Chakka, 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 hallo, chakka, hallo, chakka, chakka. Kijk, meneer Wijbeens, en als je dan iets gedaan hebt waar je trots op bent, dan sla je jezelf op je borst en je maakt je twee vuisten en je zegt, chakka! Chakka, dus, chakka! Als je werken wat wilt, dan kun je het ook. Ik denk dat ik het kan. Je kunt het. Ik denk dat ik het. Je kunt het. Chakka. Je kunt het! Chakka! Je kunt het! Chakka, chakka! Je kunt het! Chakka! Je kunt het! U heeft het chakra-gevoel! Chakka! U ziet het, je moet er wel wat voor doen! Chakka! Juist, precies! Chakka, chakka! Dit was Jan Wijbeens. Terug naar de studio in Hilversum. Chakka! Nu volgende onderwerp moeten we wel even de tijd voornemen. Want het gaat over nogal langzame dieren. Namelijk over slakken. En ik heb hier de tafel vol liggen. Hè. Naast mij zit Matt Teunis en Marco Gielissen. De initiatiefnemer bij slakken noemen we gemakshalve hier een jagertje. En bij ons ook een jagertje, dan moet je rechts in de nek opletten. Daar speelt zich alles af. Hier zitten alle paringsorganen. In de nek? Bij het slakje dus. Oh. Niet bij mij. Bij het slakje dus. Nee, weer server, dan zou je wel een kooltruitje... Dakken. Een beetje raar gezicht, hè? Ja, tuurlijk. Het slakje... Moet je wel eens een ademsappeltje of zo, maar dat hij hier zo... Het jagertje gaat dus op zoek naar een ander slakje. Dan hoeft hij natuurlijk niet ver te zoeken bij ons. Dan heeft hij wel een soortgelijk slakje gevonden. Ja. En dan gebeurt het. Oh. Bij jagertje, en enkel en alleen bij jagertje, komt vanuit de nekstreek een kalkpijltje tevoorschijn. Een pijltje uit de nek? Een pijltje uit de nek. Een kalkpijltje, dat wordt ongeveer 1,5 centimeter lang. Het is wit van kleur en is vlijm en vlijm scherp. Dat hebben we hier, hè, zo'n pijltje? Dat heeft u daar. Dat hier zit een pijltje in, hè? Dat is een pijltje. Dat is een echt... De blokkie hoort er niet bij, het gaat alleen om dat pijltje natuurlijk. De blokkie gooien ze er niet bij. Dit is een heus pijltje. Dit schieten ze af in die andere slak, in die vrouwtje slak. Ja. Maar dan gaan ze nog niet paren. Dan gaan ze tegen elkaar opstaan. Dan vrijen de slakjes met de koppen langs elkaar heen. Dat doen ze. Ik geloof het. Ze gaan elkaar een beetje aftasten. En dat hele gebeuren, dat is nog het voorspel in de liefde.
Nou, na het voorspel en de liefde gaan de slakjes dus daadwerkelijk paren. Weet je, dat hele verhaal van dat pijltje schieten, ik heb dat wel eens gezien op televisie. Dat zou mogelijk zijn. Ja, zelfs sterker, ik heb het ook opgenomen. Het was een heel ander programma weer. Dus misschien toch aardig om daar even naar te kijken, naar dit programma. Daar zie je het namelijk gebeuren, maar dan niet bij slakken. Maar mensen hebben dat ook. Ja, we zitten ook een beetje schijf op tafel. Hap, zie het gebeuren! Zou dit gebeuren? Misschien kunnen we nog één keer in de slow-mo laten zien wat er nou precies gebeurt. Want het gaat misschien iets te snel. Goed opletten wat er gebeurt. Wordt gewoon gebabbeld aan tafel. Kijk, niks aan de hand met Frits. Neemt initiatief. Daar komt het pijltje. Praat gewoon dus. Vrouwtje heeft niks in de gaten. En ze vindt het nog lekker ook. Zag je die pot? Zag je die pot? Is het nog ver, Nico? Nee hoor, het is niet ver meer. Hier wij het bezig. Nog maar een stukje. Kijk, hier hebben wij de boerderij. Oh, is die? Ja, hier is het al. Ah ja. Ja. Oh, dus hier gaan we even voorzichtig de bocht nemen. Ja, u zou wel denken, dat herkent u wel natuurlijk. Hè? Ik zit achter op de fiets bij Nico. Want het leek mij zo leuk omdat Nico is natuurlijk. Je bent toch erg handig, nietwaar? Ja, dat zeggen ze allemaal. Nico is erg handig. En we gaan natuurlijk eerst even een bakkie doen. Maar daarna gaan we even een konijn opmaken voor mijn konijn. Want die heeft nog steeds geen behoorlijk. Dat is de bedoeling, toch? Ja, prima. Nou, Nico heeft alvast iets in elkaar gezet. Dus dan gaan we nu even. We gaan even passen eigenlijk. Oké, okay, we gaan even kijken. Ja, erg graag. Voorzichtig, meneer Wijnbeest. Dat kan. Dat melodiekje is dat ook. Ja, hè? Heel gezellig leuk muziekje. Oh, hij is droog. Ik heb hem net eventjes zo gehandeld. Dat hij goed tegen het vocht kan. Ja. Hoe vinden we het zelf geworden? Ik vind het zelf een heel leuk hokje. Ja, en een rijf, daar kan je mee voeren. Nog een apart hokje. Kan je... Kijk, hier heb je zijn nachthok. Oh. Dus hij kan echt in de grote ruimte zitten. En hij kan ook s'avonds lekker. Ja, maar ik weet niet, als ik hem er nou zo inzet, ik weet het niet hoor. Hoe vinden we het zelf? Ja, het kanaal is wel iets groter als het is. Ja, het is wat bekrompen voor hem. Het is, ja, zo zitten ze natuurlijk. Ja, het is misschien wel zo. Maar het zou mij leuker zijn als het wat luxer. Een beetje luxere uitvoering. Mm-hmm. Dat is voor hem natuurlijk ook. Want dat je wat te doen hebt onderdag. Kijk, ik had zelf een idee. Ja. Ik heb hier in de folder van dinges, van hoe heet het ook alweer? Daar staat het in. Dat had ik omgekeken. Dit had ik ongeveer in mijn gedachten. Zoiets moet het worden. Ziet u wel? Dan kan hij hier kan hij slapen. Ziet u wel? En hier kan hij zijn kleren ophangen. Dat is natuurlijk ook belangrijk op een gegeven moment. Hè? En hier kan hij zijn spullen en zijn... Het is een konijn, dus die heeft wel wat nodig. Hè? Ja, ik heb wel zoiets aan natuurlijk, maar dan moet je, als jij mij even wil helpen, dan met het in elkaar zetten. Want... Nou, de gebruiksaanwijzing. Zit er een gebruiksaanwijzing ergens in? Misschien dat hij hierin zit. Ik heb hem hier al. Oh, kijk. Hier hebben we al. Oh, dat is. Dat valt erg mee. Het zijn maar. Het zijn maar 13 pagina's. 13 pagina's? 13 pagina's, dat moet lukken. Oh, dat moet makkelijk lukken. We beginnen met schroefje 021. Schroefje 021. Schroefje 021. Ja. Gaat goed, Ruud. Komt een beter hok, hoor. Dat is een verkeerd gemeten allemaal, hè. Dat zien we zelf ook. Een waardeloos hok. Hier heb ik de schroeven. Er staat nog een zakje daar zo. Ja, hier heb ik het, Ruud. Ja, daar staat nog een zakje. Maar, hier heb ik de schroeven in ieder geval al. Onderhand eventjes. Wacht even, hoor. Dus ik zeg, hier heb ik de schroeven. Ja. Nou, die zijn uitgesorteerd in ieder geval. Die zijn inderdaad uitgesorteerd. Het gaat om schroefje 021. Deze, die moet erin. Ja. Als ik zo op de gok pak ik erin. Ja, nee, heel goed. Keurig. Dat is de goeie. Ja, hij is een stuk langer. Is dat niet erg? Nee, dat is niet erg. Maar kijk, zo'n tekening veel is op schaal. Dan tekenen ze hem kleiner dan wat hij in werkelijkheid is. Oh, daar. Oh. Dat is zo'n... Gaat om het model dat u dat eruit kan halen. Oh, gelukkig. Dus het meubel is ook groter als dat hier afgebeeld. Het meubel is groter als wat erop staat. Oh, gelukkig. Want ik denk, anders komen we nog niet verder. Kunnen we goed dit houden. Hou jij bij of het goed gaat? Kijk. Ik heb hier de handvaten. Ja. Kijk, de handvaten heb ik al. Hier zitten die houten pennetjes in. Ach. Kijk, en die gaan dus in die gaatjes gelijmd worden. Juist. En zo op die manier maak je de hele boel in elkaar. Ik zag het al hoor, maar ik denk kijken of u het ook in de gaten hebt. Hè? Zo.
Dat is een verpakt, hè? Ja, natuurlijk. Zal ik het doen? Niet meer ergens. Ja, ben je erg sterk in? Dan zal ik even de lijn pakken. Wacht even. Het is een kwestie van kracht zetten, hè? Gaat het goed, meneer Wuitbeens? Ja, ik heb ze. Goed zo. Ze liggen bij de schroefjes nu, hè? Ja. We hebben de losse dingetjes bij elkaar. U dacht dat ze hierin moest? Ja, maar we moeten eerst een beetje lijm, man. Oh, maar ze passen niet. Is dat erg? Ja, want die tikken de jochies in met aan. Toch wel? Ja. Weet u het zeker? Ja. Ik wil niks zeggen. Maar ik denk toch dat die... dat die tuinman er... ja? Bij de hand erin is. Nee. Zo. Ja, hier weg. Hij moet er een stukje uitblijven, want de andere gedeelte die moet in die zijplaat. Dan krijg je een verbinding. Oh, maar dat is er een idee. Dit is waarschijnlijk entree, ingang. Dat vermoed ik. Omdat hier ook een inham is gemaakt, hè? Ja. Deze moet aan de voorkant. Meneer Wijdbeens, want anders zijn we straks onze tekening kwijt. Hij zit vast. De tekening zit vastgelijmd nu. Wacht even. Nou ja, het is pagina. Daar zijn we toch voorlopig nog niet. Nee, voorlopig zijn we nog niet. Dus maak niet zoveel. Het gaat even de volgorde, hè? Ah, hier. Hier staat, kijk, hier staat de beschrijving ook. Ja. Nee, ja, nee, ik kreeg dit nog niet. Hé, wat doe je dan? Het is in het Zweeds. In het Zweeds? In het Zweeds, ja, het is een bouwpakket. Ja, dat is weet meer... Het is in het nee, anders niet. Ja. Ja? Ja? Zal ik het nou eens even voordoen? Ja. Kijk, wanneer je het zo doet... dan pak je daar keurig niet in. Dan kan je toch zien dat ik toch wel iets opleiding heb gehad in die tijd, hè? Ja, anders dan zijn we hier volgende week nog natuurlijk, hè? Ah, wat is het? Laat de jongen die dat los krijgen. Kijk dat hij Lego. Lego. Helemaal goed gehad, meneer Wijdbeens. Ja, wacht even, als ik hem... Dat kan gebeuren. We moeten hem even opnieuw in elkaar zetten. Wacht even, ik heb hem hier al. Gefeliciteerd bij uw aankoop. Smeurrubber, hier 1. Nummer 1. Gaan we weer. Genoeg zijn, hè? Nee, joh. Dat is de achterkant, dat zie je toch niet. Daar komt het rasje, valt het eigenlijk al weg. Het is maar een konijn ook, jongens. Ik zal hier eventjes nog een keertje voor zitten. Gaat het goed, meneer Wijdbeens? Ja, gaat heel goed, Nico. Ik heb hem aan deze kant, zeg maar, praktisch... Vast is vast, hè? Ik heb hier een matras liggen, maar die zit nog in die fles te pakken. Oh. Kijk even. Maar dat plastic maken ze allemaal zo sterk, maar ik heb hier het sterile... Nee, vast kijken of je nog iets anders kan vinden wat ertussen moet. En zo. We hebben het plastic hebben. Nou, dan leggen we hem andersom, dat geeft niet. Ik heb twee kanten aan mijn matras, niet waar? Oh ja. Dat geeft niet. Ja. Lego. Heb ik hier alvast het kant-en-klaar laag? Ja, hij was kant-en-klaar. Heel netjes. Oh, kijk, het huisnummer. Huisnummer erbij. Ja. En de uitgang? Ja, die moest er ook op, hè? Dat hij weet waar het zit. Ik leg hem even. Hier neer pak ik even een paar schroefjes. Geef niet, wat mij wachten.
Nummer 5. Ach jee, ik ben de weg. Ah, gelukkig hier. Ah, zie je, dat is een beetje voor mij. Daar gaat het om, hè? Ja. Ik dacht dat hij zo, Ja. Dan heb je lekker ruimte, dan kan hij, dat is veel beter natuurlijk, dan kan hij alle kanten op. Tegelijk even kijken of hij het naar zijn zin heeft hier. Kijk eens, Ruud. Ja. Hey. Kijk, hij gaat er in zijn nachtrok zitten. Ja. Dat is hem wel van een ruimte natuurlijk, hè? Ja. En dan voor 's nachts dan toch, voor de veiligheid, doe je toch gewoon het deurtje ervoor. Dat hij veilig zit. Ja. Oké. Okay. Nou, Nico, ik zou zeggen, hartelijk bedankt voor de medewerking. Graag gedaan. Dat is de moeite meer dan waard. Ja. Niet waar, zal ik hem thuis laten bezorgen zo compleet? Ja, graag. Ach, de finishing touch. Oké. Okay. Het is een Duitser, dus Der Rudy. Oké, okay, Arjen, kan je even helpen dat we het in zijn geheel naar buiten brengen? Ja, is goed. Oké, okay, voorzichtig, hè? Maar... Ja. Rudy! Rudy, kom uit! Rudy! Ik dacht even dat er wat met Rudy gebeurd was. Nou, kom maar. Ik lag vanavond weer bij baasje in bed. Oké, dit was Jan Wijbeens. Tot volgende keer. Ik zit hier in de krant te kijken. Daar heb je nogal wat van die 06-nummers tegenwoordig, hè? Het leek mij aardig om eens zo'n 06-nummer te bellen, om eens te kijken wat ze daar nou eigenlijk doen, hè? Ik heb hier een aardige, die zal ik eens even bellen. Daar heb ik al contact. Ja, hallo, met Jaap. Spreek ik met Wanda? Hi. Hallo. Zal ik jou eerst eens vertellen hoe ik eruit zie? Nou, lekker. Ja? Ja. Ik heb blond, mooi lang haar. Oh. En blauwe ogen. Zo. Ik heb een heel lekker figuurtje. Oh ja. Met mooie, stevige, ronde borsten. Oh. Kun je heel lekker in knijpen. Oh. Ik ben trouwens heel gevoelig aan mijn tepels. Oh ja, ik ook. Het is heel prettig als je ruimte hebt. Ja. Ik heb een smalle taille. Tappalapap. Mooie, ronde billen. Ronde heupen. Nou. En weet je, nou. Ik heb hele mooie lange benen. Ah. Oh, zal ik jou eens lekker gaan verwinnen? Nou, zal ik je eerst eens even vertellen hoe ik eruit zie dan? Nou, ik stik van de vlooien, ik lul uit mijn nek, ik lijk op Wim Bosboom en ik stink uit mijn bek.